Welkom bij Opla, online tv voor overheidsmanagement. Discussieer mee via hashtag Opla. Vandaag hebben we het met vier finalisten voor de jonge ambtenaren van het jaar verkiezing 2014. In de winkel van Sinkel in Utrecht, 23 januari in de avond, wordt bekendgemaakt welke jonge ambtenaar van het jaar een jaar lang ambassadeur wordt voor het vak ambtenaar, voor het vak professional in het openbaar bestuur. Wat zijn nou drijfveren, wat zijn dingen waar je mee naar de slag gaat? Dat gaan we vandaag bevragen bij de vier finalisten die met elkaar gaan strijden om de felbegeerde titel. Ik ga jullie voorstellen aan de kandidaten. Maarten Verkerk, je werkt bij waterschap AMA's als commissaris. Wat houdt je bezig? Waarom ben je nu betrokken bij zo'n verkiezing? Je bent genomineerd, je zegt ja om mee te doen. Waarom? Ik ben nog geen commissaris, dat is, ik ben coördinator van het klimaatonderzoek. En de rol van coördinator is het verbinden van partijen, met name kennisinstellingen en adviesbureaus aan de overheid. Wat stond op het zinnetje toen je genomineerd werd? Toen ik genomineerd werd door mijn organisatie, daar stond weet dingen creatief aan te pakken. Anders dan anders. Dus dat is de belangrijkste reden om mij te nomineren. Mirin, Jorisma, jij bent trainee-coördinator bij de provincie Friesland. Ook creatief, schat ik zo in. Wat doe je als trainee-coördinator? Waarom ben je genomineerd? Nou, ik ben zelf trainee en ik ben ook betrokken bij het nieuwe trainee-programma wat weer van start gaat. En dat doe ik vanuit de Flexpool. En de Flexpool is een intern detacheringsbureau die allerlei klussen binnen de organisatie oppakt. Dus dat is een hele goede, leuke manier van werken. Hè. Dat is heel resultaatgericht. Dat werkt heel prettig. En ik ben betrokken bij het nieuwe traineeprogramma, zoals ik al zei. En daarnaast hebben wij een organisatievisie waardoor wij resultaatgerichter willen werken als provincie Friesland. Wat heb je daarin goed gedaan, dat je genomineerd bent? Ja, ik ben door twee mensen genomineerd. Dat zijn allemaal mooie woorden natuurlijk. Wat mij bij is gebleven is dat zij in mij een werknemer zien waar in de toekomst behoefte aan is. Dus dat heeft denk ik ook met die kwaliteiten te maken. Goed met verschillende mensen kunnen samenwerken. En, ik ben zo benieuwd wat zij dan zeiden over wat jij dan bent dat jij mag blijven. Wat maakt dat jij over 10 jaar nog zit. Henk van Doorn, Rijkswaterstaat. Ik weet niet of Wieberen ook bij jullie diezelfde titel zal krijgen. Er zit een wereld van verschil. Daar gaan we zo over door. Wat doe jij als adviseur bij Rijkswaterstaat? En daarnaast promoveer je. Kun je in één zin uitleggen waarop je promoveert? En dan ben ik zo benieuwd wat je doet. Nou ja, ik promoveer op eigenlijk hoe je de werkplekinrichting van de operationeel netwerkmanagers kan verbeteren. Om hun situatiebewustzijn te verbeteren. Operationeel netwerkmanagers zijn? Dat zijn mensen die het hele waternetwerk in de gaten houden. En daarover allerlei maatregelen inzetten wanneer dat nodig is. Dat is ook wat jouw werk inhoudt als adviseur bij Rijkswaterstaat? Niet alleen voor de operationeel netwerkmanagers, maar voor alle operationele rollen in centrales adviseer ik eigenlijk over allerlei ergonomische aspecten voor de werkplekinrichting en voor software. Ja. En jij bent net weer begonnen met werken, om mooie redenen. Jij ging met een goed gevoel, maar ben je weer aan het werk. Met welke woorden heb jij nog in je herinnering waarom je genomineerd bent? Mijn positief kritische houding, die ik ook op een goede manier uit weet te dragen. En dat ik goed over mijn werk kan presenteren, dat anderen enthousiast worden. Ik ben benieuwd hoe je ons zo meteen enthousiast kan maken in wat jouw pitch is voor het openbaar bestuur. Ik hoop het. Maarten Sinema, adviseur in Diemen voor het bestuur en de directie. Ja. Dat klopt. Wat adviseer jij ze wel? Ja, ik mag echt over van alles adviseren. Ik ben eigenlijk ook een soort van ambtenaar in algemene dienst. En wat dat betreft herken ik wel in Wieberen. Is dat er toch steeds meer van de overheid en zeker ook in gemeenteland nu. Er speelt ontzettend veel, want ik werk dan bij de gemeente Diemen. Er gebeurt ontzettend veel en er komt heel veel op de gemeente af. En ik ben eigenlijk een soort van... Wat heb je gedaan waar je het meest trots op bent? Afgelopen half jaar, wat is jouw... Nou, waar ik nu op dit moment ontzettend veel energie in steek, is de samenwerking met drie buurgemeenten. Diemen, onder de rook van Amsterdam, wil op een aantal onderdelen in de ondersteuning, bedrijfsvoering meer gaan samenwerken met drie buurgemeenten. En daar heb ik een actieve rol in om continu de vaart erin te houden. Maarten, ik wil je graag vragen... Herken jij in dit profiel? Ik lees even voor wat de jonge ambtenaar van het jaar is. Hij of zij toont lef, initiatief, behaalt goede resultaten, is creatief, zoekt continu naar vernieuwing, verbetert het imago van de jonge ambtenaar, is niet ouder dan 35, minimaal 3 jaar werkzaam bij de overheid. Dat zijn jullie allemaal. Ja. Waarom ben je dadelijk de winnaar? Waarom ik de winnaar ben, is omdat ik tot en met dat resultaat doorga. Dus... Vanuit inhoudelijke gedrevenheid zie je kansen. Ik weet waar het naartoe kan. En die stip op de horizon kan ik ook schetsen. En vervolgens weet ik ook het team en de organisaties mee te krijgen om daaraan samen te gaan werken.
Wat zeggen mensen over jou als jij een stip vertelt? Nou, dat ik dat heel beeldend kan vertellen. En dat ik goed, een goed gevoel heb voor de juiste mensen daarbij krijgen. Dus het juiste team te maken eigenlijk. En dat weet je vaak niet van tevoren. Maar ik ga wel gewoon het gesprek aan met mensen waarvan ik denk van... Hey, waar zitten raakvlakken? Waar zit voor die ander de winst? En vervolgens kom je dan soms ook op hele andere dingen die je van tevoren niet had voorzien. Ja. Jij komt hetzelfde tegen. Je komt ontzettend veel jonge mensen tegen die bij de overheid aan de slag willen. Die komen bij jou. Ja. Mag ik traineeship komen doen? Mag ik aan de slag? Je ziet vanuit de andere rol, kom jij dezelfde mensen tegen met dezelfde vragen. Wat valt je op? Wat houdt nu mensen bezig die bij een overheid willen werken? Ja, dat vind ik lastig te beantwoorden. Wat wel een gemene deler is, is volgens mij dat mensen zich heel graag in willen zetten voor de samenleving. Het is een beetje een open deur, maar dat is wel wat mensen verbindt die binnen de organisatie werken waar ik werk. En dat is ook wel de kracht van die mensen. En dat is dat kunnen ze ook vinden in het traineeprogramma. Dus dat is wel mooi. En ik vind dan ook wel heel goed dat wij daarmee doorgaan. Ondanks dat wij als organisatie in willen krimpen, wordt er toch geïnvesteerd in die jongeren. Om ook... en de toekomst een gezonde organisatie te blijven houden. Ja. Jij kijkt kritisch naar hè, wie neem je binnen binnen een provincie en wie mogen er blijven. Zo zijn jullie ook hier terechtgekomen. Jullie hebben een selectiedag gedaan met Vertuur. Wat maakt dat jullie goed zijn en het goed zijn? En kan je kort vertellen, wat gebeurt er op een selectiedag? Jullie zijn ooit genomineerd geweest. Jullie zijn voorgedragen door mensen die jullie hoog hebben zitten, goede woorden meegegeven en vervolgens moet je jezelf bewijzen op een dag en laten zien waar je goed in bent. Hoe ziet zo'n dag eruit? Kan je ons een klein beetje meenemen? Ja, je krijgt allerlei opdrachten, van een schrijfopdracht, een presentatieopdracht, een gesprek met een psycholoog, een groepsopdracht dat we met een groep een visie voor de overheid van de toekomst moesten bedenken. Dus je bent de hele dag druk bezig eigenlijk om van alles te laten zien van jezelf. Wat is het beste wat je hebt kunnen laten zien? Ja, gewoon wie ik ben. Ik denk dat voor iedereen is. Geef eens een klein inkijkje. Wie? Ik denk dat van alle kandidaten wel is. We proberen niet ons anders voor te doen dan we zijn. Maar ik weet heel veel van de praktijk van Rijkswaterstaat. Ik kan daar enthousiast over vertellen omdat ik er enthousiast over ben. En niet omdat ik dat doe alsof. En dat spreekt de mensen aan. Dat je gewoon echt kan laten zien van dit is mooi werk. En daar vertel ik graag over. Ja. Hoe ging jij die dag naar huis? Volop adrenaline. Wat het mooie is van zo'n dag is dat je, dat zullen de andere finalisten denk ik ook wel herkennen, is dat je bent dagelijks met je werk bezig, ontzettend gedreven om daar wat voor elkaar te krijgen. En opeens op zo'n selectiedag en in de voorbereiding daarna en nu ook in dit traject, opeens ga je nadenken over, joh, waarom doe ik het ook alweer? En je doet het een paar jaar en opeens word je weer eventjes terug, moet je even weer reflecteren van, wat is ook alweer zo gaaf aan werken voor de overheid? En dan kom ik er weer voor mezelf achter dat het zo ontzettend mooi is om ambtenaar te zijn. En dat wil ik ook hier graag vertellen. Een van de finalisten wint, zo simpel is het. Een jury onder leiding van de jongste wethouder van Utrecht, die kijkt wie de beste is. En je eindigt die avond met een verhaal, een speech, wat maakt dat jij de beste bent en vooral wat ga je vertellen. We hebben vorige finalisten gehad, die hebben het gehad over zelfstandig publieke professional. Catharina Diaz die heeft natuurlijk uitgebreid een mooie inkijk gegeven in wat gebeurt er nu eigenlijk in jeugdzorg. En ik ben heel benieuwd als je, Maarten, mag ik bij jou beginnen? Wat ga je vertellen? Nou, wat ik wil vertellen is publiek ondernemen. Dus publieke doelen staan centraal. Maar we moeten op een andere manier die publieke doelen halen, omdat er gewoon minder geld is. Dus dat zal mijn verhaal zijn. En als ik jonge ambtenaar word, dan wil ik ook zelf eens een keer aan de andere kant gaan staan. Dus dan wil ik ook eens een keer als burger een burgerinitiatief nemen om ook eens te kijken hoe ondernemend die overheid nou precies is. En daar wil ik graag over vertellen, over mijn ervaringen daarin. Sowieso doen, ook al win je niet. Ja, dat is even een, ja, mijn podium helpt toch wel. Ja, nee, die snap ik. Dat maakt dingen gewoon makkelijker. Ja. Jouw podium? Wat? Ja, ik voel me heel erg verbonden met de doelstellingen van Vertuur om de jonge ambtenarenverkiezingen te organiseren. De meerwaarde aantonen voor jonge ambtenaren. Ik denk dat dat echt hard nodig is. Niet alleen jonge ambtenaren, maar je ziet in de maatschappij dat er best veel kritiek is op het functioneren van de overheid. Of de welbekende kloof. Het vertrouwen dat is niet hoog.
Dus ik zou heel graag die meerwaarde voor jonge ambtenaren niet alleen binnen overheidsland in dit soort mooie gebouwen, we zijn nu in het ministerie, maar vooral ook juist in midden in de samenleving, in buurthuizen, juist die stap buiten. Je mag Mienskip zeggen hoor, je mag het doen. Het zit op het puntje van je toe, je wilt de hele tijd zeggen Mienskip. Ja, ik mag evangeliseren. Dankjewel, ja. Nee, maar ik vind het heel belangrijk dat die meerwaarde niet gevoeld wordt alleen binnen overheidsland, maar juist door de burger, de maatschappelijke instelling, de bedrijven, want daar doen we het voor. Dus die stappen die wil ik gaan maken. Ja, het zou als Friesland, als jij nou ook wint, dan wordt het helemaal. We hebben eigenlijk nog Holland. Hè? Dat wordt op een gegeven moment een Rijkswaterstaat. Het is. We weten dat af en toe mensen het pand uitgaan als het gebouw wiebelt. En verder is het een heel moeilijk iets. Ja, we weten dat Rijkswaterstaat heel groot is, heel veel doet. Is dat waar jij mee de bühne op gaat? Vertellen wat er gebeurt? Of heb jij een heel ander. Nou ja, voor mijn werk moet ik juist heel goed weten wat al die mensen bij Rijkswaterstaat doen. Want ik moet hen ondersteunen in hun werk. En ik zie daar zoveel mensen mooi enthousiast hun werk doen. Dat ja, ik kan dat ook goed dan weer uitdragen aan anderen. Wat doen die mensen nou eigenlijk in al die hokjes, die bedienlocaties, op boord van schepen, in auto's. En dat vertel ik graag. Maar aan de andere kant zit ik ook in de academische wereld door mijn promotieonderzoek. Dus ik kom van sluizenmeester tot aan professor, kom ik mensen tegen die ja, eigenlijk werken voor de dingen die Rijkswaterstaat doet. En al die rollen kan ik uitleggen. En de jonge ambtenaar van het jaarverkiezing. Vertu is ook een netwerk wat jonge ambtenaren bindt. En weinig jonge ambtenaren zijn lid van een vakbond. Hè? Maar het is toch een beetje zoeken in, hebben we nou een spreekbuis? Hebben we iemand die op een voetstuk kunnen zetten? Zou jij dat zijn? Zou jij degene zijn die namens jonge ambtenaren de bühne op kan? Wil? Ja, ik denk omdat ik zoveel verschillende rollen binnen de ambtenarij snap en begrijp wat voor werk ik bedoel, kan ik wel voor heel veel verschillende groepen in de ambtenarij uitleggen waarom het zulk mooi werk is. En niet alleen voor de adviseurs en de projectleiders, maar ook voor de sluismeesters, ook voor de projectondersteuners. Allerlei mensen kom ik tegen in de praktijk en hun verhaal kan ik ook vertellen. Ik ben heel benieuwd. Ik wil toch nog weten welk verhaal je dan vertelt. Je komt veel mensen tegen. Wat vertel je dan? Nou, een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld, ik las laatst weer een stuk van een van onze sluismeesters, die werkt al 20 jaar op zijn eigen sluis. SEC heeft hij als opdracht bediende sluis, maar hij voelt zich zo verantwoordelijk voor die sluis, dat hij na zijn werk er altijd een rondje om de sluis doet, kijkt of alles nog goed functioneert. Ja. De aannemer kan helpen wanneer er iets niet functioneert, omdat hij die sluis gewoon kent. Die mensen zijn echt betrokken bij hun werk en dat vind ik zo mooi, dat ja, mensen echt leven voor, ja, dit wil ik goed doen, dit is belangrijk. En misschien word ik voor dat stukje betaald, maar ik voel me verantwoordelijk voor een veel groter stuk. Januari 2015, 25% kans dat er iemand naar jou toe komt en zegt, wat heb je gedaan afgelopen jaar als jonge ambtenaar van het jaar? Nou ja, kijk, je bent toch een jaar lang het uithangbord als jonge ambtenaar. En ik denk dat er ook zeker dit jaar, voor gemeenten, maar ook voor andere overheidsinstellingen, er gebeurt enorm veel binnen die overheid. Er is ontzettend veel vraag naar goede professionals, naar jonge professionals. Vergrijzing, nieuwe taken, andere taakopvatting. Maar ondertussen zie je dat de banen niet voor het opgrijpen liggen. Een van Maarten vertelde net over werkervaringsplekken die ze creëren bij hun in de organisatie. Dus aan de ene kant is er ontzettend veel werk. Is er ook behoefte aan een ander soort ambtenaar. En ondertussen zijn er eigenlijk geen banen. En ik denk als jonge ambtenaar dat je echt op zoek bent naar een mooie. Ga je mensen helpen aan een baan? Of ga jij vertellen dat er geen banen zijn? Nou, wat ga je. Nou, wat ik ook op de avond zal vertellen, ik wil nog niet al te veel daarvan van verklappen. Een sneak preview. Nou, volgens mij is het van belang dat je eigen werkplezier opzoekt. En dat je eigen geluk ook in je werk probeert te organiseren. En dat heb je niet altijd zelf in de hand. Maar zolang je zelf aan het roer staat van je eigen carrière. En dat vind ik echt belangrijk als jonge ambtenaar of als jong professional. Om aan het roer te staan van je eigen carrière zoveel mogelijk. Dan kan je op hele leuke plekken komen. En ik heb daar een eigen praktijkvoorbeeld bij die ik graag de 23e wil vertellen. Voor de 23e zou ik zeggen van kom langs, Rijk. Ik denk dat de verleiding is groot. Volgens mij moet er sowieso. Ik ben wel getriggerd. Ik ben gefascineerd door wat jullie zeggen. Er is ook een publieksprijs bij de jonge ambtenaar van het jaarverkiezing. Dus ik kan me voorstellen dat als je nu kijkt, vanavond zie je de verkiezing in de winkel van Sinkel. Je hebt nu een duidelijk beeld gekregen bij wie waarvoor staat. Waar gaat wie de bühne mee op? Dus waar geef je stem aan? Volgens mij is dit een mooi moment om jullie succes te wensen vanavond. Veel dank dat jullie gasten wilden zijn in deze uitzending. Vanavond in de winkel van Sinkel gaan we zien wie de winnaar is en wie een jaar lang de ambassadeur wordt voor jonge ambtenaar van het jaar. Dank voor het kijken. Discussieer mee via #opla of #jongeambtenaar van het jaar JAVHJ. En ik
wie tekort. Ik ben lang blij dat een van jullie de bühne op gaat voor ons. Ja.